Volgens mij zitten we nu met deze presentatie al meteen goed in de technologie. En, maar we gaan ons nu naar een volgende project. We gaan naar het project, de pilot Geozond. En dat is een project vanuit PWN. En dat zeg ik toch goed? Ja, PWN. En ook op Zuivering Wervershoofd met Hans Noorderkwartier. En Sabine gaat ons daar een heleboel over vertellen. Nou, ja, een hele goede morgen. Ben ik er een beetje te verstaan zo? Gaat het? Ja? Oké, even wachten. Ja, ja, dankjewel. Nou, ik wil jullie vandaag onze pilotinstallatie Geozond voorstellen, die op de RVZI Wervershoofd geplaatst is. Op deze pilot wordt het RWCI-effluent met ozonisatie en keramische microfiltratie behandeld. De twee hoofdpartners van het project zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. De HNK loost het gezuiverde afvalwater van het RWCI in het IJsselmeer. En uit het IJsselmeer neemt PWN weer water in om er drinkwater van te maken. Dus zijn allebei hebben een grote belangstelling om het oppervlaktewater daar schoon te houden. Nou, het IJsselmeer is een iets lastig water, omdat hij in het rivierendelta ligt. En alles wat de rivier Rijn door zijn reis door Duitsland meeneemt, komt daar een beetje ook terecht. Nou, de motivaties van de partners wil ik even proberen een beetje uit te leggen. Nou, het HNK heeft een heel grote belangstelling in schoon oppervlaktewater. Ze willen schoon water lozen. Ze zouden in de toekomst ook zeker te maken hebben met nieuwe regelgevingen en investeringskosten om de zuiveringen uit te breiden. Want er zouden zeker nieuwe regels komen wat geneesmiddelen en afvalwater betreft. PWN heeft de belangstelling om zijn bronnen, haar bronnen schoon te houden en wil ook op dit project uittesten in hoeverre drinkwatertechnologie toepasbaar is op afvalwater. En met de WRK-leidingsinfrastructuur van PWN zou het zelfs mogelijk zijn dat gezuiverde en behandelde afvalwater vanuit Wervershoofd naar de industrie aan te bieden, als proceswater bijvoorbeeld. Nou, PWNT zet zich daarvoor in om de nieuwe technologieën op de nationale en internationale markt beschikbaar te stellen. En voor de waterlaboratoria's HWL en Waterproef die meedoen, is het belangrijk om meetmethoden te standaardiseren of zelfs te ontwikkelen. Want de analyse van microverontreinigingen is nogal moeilijk. En verschillende stoffen vereisen verschillende meetmethoden en soms wordt hetzelfde gemeten, niet altijd, dus er is nog heel veel behoefte aan standaardisering en de ontwikkeling van meetmethoden. Nou, samengevat kan men zeggen wat we gaan doen. We gaan geavanceerde waterbehandelingstechnieken toepassen aan complexe afvalwatermatrices die we vinden in het RWCI-effluent. Dat doen we op onze pilotinstallatie in Wervershoofd. Voorafgaand zijn er tests gedaan op benchscale basis om in het labor vast te stellen welke randvoorwaarden we kunnen gebruiken daar in Wervershoofd. Ons gezamenlijke doel is samen te onderzoeken hoe men de kwaliteit van afvalwater kan worden verbeterd. Want een goede kwaliteit maakt een hergebruik van afvalwater mogelijk als proceswater voor de industrie of mogelijk zelfs voor drinkwater. En de bronnen worden beschermd. Nou, dit is een beetje de overzicht van het project. Hier wordt met name gefocust op de geneesmiddelen die meer in het afvalwater terechtkomen. Dat komt ook door de vergrijzing van de mensen. Die mensen worden steeds ouder, er worden meer medicijnen voorgeschreven. Die komen via het riool terecht in het afvalwater. En die worden op de RVZI gezuiverd. En door het RVZI dan geloosd in het IJsselmeer. Nou, daartussen zit dan onze pilot die dan de geneesmiddelen die daar nog in zitten verwijdert. En dit wordt dan ook op het IJsselmeer geloosd waar PWN dan weer het water van inneemt om er drinkwater van te maken. En zo wordt de waterketen eigenlijk gesloten.
Ja, hoe doen we dat nu? We gaan het door het verwijderen van microverontreinigingen. Door een multibarrière zuivering, dat betekent we hebben verschillende stappen van zuivering om microverontreiniging eruit te halen. En dat gebeurt in 3 fasen. In de eerste fase, dat is die fase in die we nu zitten, gaan we onderzoek doen naar verwijdering van microverontreinigingen, zoals geneesmiddelen, vlamvertragers, contrastmiddelen, worden ook al genoemd. En we gaan onderzoek doen naar de vorming van bromaat. In de tweede fase wordt dan de microplastics en bacteriën onderzocht en de genotoxiciteit. En hoe die met ozonisatie en aansluitende keramische microfiltratie kan worden tegengegaan. Als laatste fase zou de hele proces geoptimeerd worden. En dan uiteindelijk wordt dan een demo-installatie ontworpen die dan daar kan draaien. Nou, zoals ik al zei, we zitten nu in de eerste fase, de verwijdering van microverontreinigingen. Dat gebeurt in 5 stappen. We hebben als eerste het effluent van het RWCI Wervershoofd moet worden onderzocht. We moeten de kwaliteit van het water bepalen, de samenstelling. Het varieert nogal, want afhankelijk van de weersomstandigheden heeft het water ook andere samenstellingen. Dus dat moet onderzocht worden. Daarna volgt een voorzuiviging door ionenwisseling of coagulatie. En dat doen wij om de natuurlijke organisch materiaal, de NOMS, daar zoveel mogelijk al uit te halen. Doordat we daarna minder ozon nodig hebben bij de ozonisatie. Dus we hebben dan meer ozon over om de synthetische stoffen eruit te halen uit geneesmiddelen. Dus na de voorzuivering volgt aan de ozonisatie, daar worden de microverontreinigingen geoxideerd en de ozon heeft ook een positieve invloed op de keramische filtratie. Daar kom ik er straks nog even, vertel ik daar nog meer over. De volgende stap is dan de keramische microfiltratie zelf, waar dan de bacteriën eruit gehaald worden, microplastics, intergesuspendeerde stoffen die er nog in zitten. Als potentiële laatste stap zou nog een advanced oxidation process met UV of actief kolen nog kunnen worden toegevoegd om stoffen eruit te halen die tot dan nog niet verwijderd konden worden. Nou, voor het effluent van het RWCI hebben wij een monsterpunt gecreëerd vlak bij waar het RWCI zijn water in het IJsselmeer loost. Dort hebben we een pomp geïnstalleerd, die pompt voor 24 uur, neemt die watermonster met 25 liter per uur, zodat na 24 uur hebben we 600 liter watermonster met een gespreide kwaliteit kwaliteit. Dat wordt in deze stalen tanken opgevangen en met die stalen tank gaan we dan de verdere onderzoek doen. Als je naar het water kijkt, dan zie je normaal gesproken de gewone conventionele waterkwaliteitsmatrix, waar gekeken wordt naar chemisch zuurstofverbruik, biologisch zuurstofverbruik, fosfaten, stikstofverbindingen. Dat is de parameters waar normaal mee omgegaan wordt. Het HWL heeft er nog een analyse gemaakt naar geneesmiddelen die daarin zitten, dus die zitten daar nu ook bij. Als je naar het lijstje kijkt, dan valt op dat veeltal van de geneesmiddelen bloeddrukmiddelen zijn die in het RWCI-effluent opkomen dagen. En ook dat de concentraties niet zo, soms vrij hoog zijn. Ze zitten al in het microgram per liter bereik met het hydrochloratiacide. Dus daar moeten we nu mee omgaan. Voor de voorzuivering hebben wij labortests gedaan, bench scale tests, met een principe wat bij PWNT ontwikkeld wurde, dat noemt zich een SIX-proces, waar met hars en het RWCI-effluent in een tank met een mixer erbovenop, wordt 100 liter van het RWCI-effluent erin gegooid, 20 liter haas komt erbij en met een contacttijd van 20 minuten kan je dan al vrij veel van de NOMS uit het water halen. Als je naar de resultaten kijkt van de zuivering, dan zie je hier 3 kolommen, dat zijn verschillende doseringen van haas, verschillende hoeveelheden. En het zijn verschillende groepen van organisch materiaal die hier opgenoemd zijn, maar
wat je overal kan zien is dat er altijd tenminste gemiddeld 60-70% van de NOMS uit het water al verwijderd worden door die voorzuivering. Dus die moeten dan niet meer met die gaan dan niet meer met het ozon reageren. Dus daardoor hebben we minder ozon nodig. Na de voorzuivering begint de ozonisatie en ook daarvoor zijn benchscale tests uitgevoerd om ozonregimes te bepalen die we toepassen kunnen op het RWZI-effluent. De tests worden uitgevoerd bij het UNESCO IHE in Delft. Daar staat een kleine ozontestopstelling met aan de linkerkant zie je de ozongenerator. In het midden, dat zijn de reactoren waar de oxidatie plaatsvindt. Dan zijn er nog wat ozonmeters en een flowmeter geïnstalleerd. Dus dat is een kleine opstelling. En om ervoor te zoeken welke ozonregime nu in Wervershoofd toepasbaar is, wordt ervoor gekozen om drie regimes te gebruiken. Een laag, een middelste en een hoger regime. Het lage regime zou ongeveer een gemiddelde concentratie van 0,25 milligram per liter ozon in vloeistof zijn. De middelste zijn ongeveer 1,5 milligram per liter en de hoge 3 milligram per liter. Om deze concentraties in het effluent te bereiken in de benchscale-test wordt een hoge hoeveelheid ozon gedoseerd. En wat hier interessant is, is te zien de tijden die nodig zijn tot de gewenste ozonconcentratie is bereikt in de verschillende effluents. Eén keer in het gewone RWZI-effluent en in het IX-behandeld effluent. Want je ziet hier in het IX-behandeld effluent, die concentraties zijn veel sneller bereikt dan in het gewone RWZI-effluent. Dus we hebben veel minder ozon nodig om in het water zo die bepaalde concentratie te bereiken. Nou, dan zijn er gespijkte proeven uitgevoerd met de verschillende ozonregimes. Er wordt naar zes verbindingen gekeken. En je kunt zien dat zelfs bij de lage ozondosering de bovenste drie verbindingen, carbamazepine, diclofenac, cafeïne, eigenlijk meteen verdwijnen uit het water. Dus ze zijn heel goed verwijderd. De andere stoffen die zijn nog iets hardnekkiger. Maar het is wel te zien dat de IX-behandeld effluent positievere verwijderingsrendementen heeft dan het gewone RWZI-effluent. TCPP, dat is een vlamvertrager die schijnt helemaal niet te reageren met ozon hier. Ja, bei der mittelsten Konzentration sehe ich, dass auch das Ibuprofen nu, zumindest aus dem IX behandelt Water verweint. Und auch das Iopromide wird stets minder. Und selbst das TCPP scheint auch ein bisschen zu reagieren. Und bei der höchsten Konzentration, da ist im Prinzip alles verweidert, behalve das TCPP, das ist mit der Hälfte ungefähr, heeft het afgenomen. Nou, naast de verwijdering van de geneesmiddelen hebben we ook naar de vorming van bromaat gekeken. En dat is natuurlijk, dat zie je heel duidelijk, dat er onwijs veel bromaat wordt gevormd met de hoge ozondosering, wat veel te veel is. Wat wel opvallend is, dat bij het bromidegehalte, wat een beetje meer verantwoordelijk is voor de vorming van bromaat, bij het IX-behandeld RWZI-effluent al 30% met 30% minder is dan bij het gewone RWZI-effluent. En als er minder bromide in zit, dan wordt ook minder bromaat gevormd. Desnog zijn de concentraties veel te hoog, het far beyond de grenswaardes van de EU die met 10 microgram per liter voor drinkwater liggen. Maar de lage ozonconcentratie met IX behandeld water, daar kom je al redelijk in de buurt, daar zou je misschien mee kunnen werken. Nou, dan komen we uiteindelijk naar de testinstallatie in Wervershoofd. Hier ziet u de testinstallatie, dat is de ozongenerator waarvan de linkerkant het RWZI-effluent wordt toegevoegd. Dan gaat het hier verder naar de microfiltratie. Hier ziet u een keramische membraan is hier in die buis geïnstalleerd waar het water dan gefilterd wordt. RWZI-Wervershoofd ligt hier. Het is mooi te zien, dat is vlak bij het IJsselmeer waar het dan hun effluent loost. En hier aan de rechterkant zie je het drinkwaterbedrijf van PWN in Andijk.
Nou, op Bremershoven zijn ook enkele testen uitgevoerd tot nu toe. We hebben RWZI-effluent gemonsterd en pilot-effluent. We hebben het voor één ozonregime test uitgevoerd en hebben de middelen die we getest hebben, hebben we vierde uitgepikt om te laten zien hoe verschillend het verwijderingsrendement kan zijn bij de verschillende stoffen. Nou, benzotriazol, dat hebben we ook net al gezien, het middel, dat is, wordt bij ons met de factor 100 altijd effluent gehaald. Oh, ik moet nog erbij zeggen, de eenheden op de volgende slide, die zijn niet correct, dat zijn microgram per liter. Dus dat is wel een foutje. Ik kon het later niet meer wijzigen. Dus dit zijn microgram per liter. Dus van 2,5 microgram per liter gaat het naar 0,025 microgram per liter. De triisobutylfosfaat wordt maar voor de helft verwijderd. Glyfosaat, het herbicide met een factor 10. En de bromaatvorming is heel hoog. En ook zoals je aan de bromaatvorming kan zien, het was het middelste ozonregime van 1,5 milligram per liter ongeveer, wat wordt toegepast. Nou, de volgende stap, de keramische microfiltratie, die ligt in de volgende fase, in fase 2. Daar zijn we nog niet, we zijn nu nog in fase 1. Daar zullen naar gesuspendeerde stoffen, microplastics en bacteriën worden gekeken. Maar wat we nu al hebben kunnen zien, is dat ozonbehandeling voor de keramische microfiltratie een positief effect heeft op de flux. En dat wil ik jullie even hier laten zien. We hebben hier de TMP van de keramische membraan staan. De TMP is de transmembraandruk, de druk over de membraan van de feedzijde naar de filtraatzijde. En de paarse stippenlijn is de transmembraandruk zonder ozon en de groene is die met ozon. En we zien dat de TMP afneemt als de ozon wordt toegepast. En dat betekent in principe dat de flux kan worden verbeterd, dus kan meer water in dezelfde tijd worden gefilterd. Dus dat is al een positief verhaal. Nou ja, conclusies die we tot nu toe kunnen trekken zijn dat sommige geneesmiddelen compleet afgebroken worden door ozon en ook heel goed. Sommige geneesmiddelen maar gedeeltelijk en moeilijker. Dat de bromaatvorming die we zien, dat die hoger is dan de toegestaan is in drinkwater. En dat we met de ionenwisselingsbehandelde monsters de laagste bromaatvormingen hebben. En dat we met dit water ook de meeste microverontreinigingen kunnen verwijderen. Nou, er zijn nog een paar actiepunten die nog gaande zijn op de pilot. Er worden ook antibiotica-resistente bacteriën gevonden. En daarvoor wordt nu nog verder onderzoek gedaan. Dus wordt herbemonsterd en het wordt gekeken of die nog terug te vinden zijn. De micro- en nanoplastics die zouden in een volgende stap moeten geïdentificeerd worden en gemonsterd worden. Dat zal samen met het KWR gebeuren. En dan zou in de toekomst ook naar de genotoxiciteit gekeken worden. En uitgebreide chemische screenings gaan gebeuren zodra de pilot continu draait. Nou ja, dat is een klein overzicht geweest van dat wat we tot nu toe hebben gedaan op de pilot. Daar is het over. Dankjewel Sabine. Mooi dat drinkwater en afvalwater steeds nauwer samenwerken. Ja, en ook een prachtig mooie palet aan nieuwe technieken, of in ieder geval voor de afvalwaterzuiveringsmensen. Nou, komen hier toch echt wel nieuwe technieken aan bod. En ja, met mooie perspectieven wellicht. Ja. Zijn er vragen? Ja, eens even kijken. Hier op de eerste rij zijn er nog daarachter nog vragen. Henry die verzorgt de microfoon. Goedemorgen, Gert-Jan Zwolsman van Dunea. Dank voor je interessante presentatie. Wel een opmerking over drinkwatereis van bromaat, die 10 microgram per liter is voor de WHO. Maar in Nederland hanteren we 1 microgram per liter. Dus die eis is vele malen strenger. Het kan 5 microgram per liter zijn als ozon wordt gebruikt in de desinfectie. Maar dat is bij de meeste bedrijven niet het geval. Oké. Okay. Ja, zover ik het weet was het 10 microgram per liter voor de Europese Unie en 5 voor Nederland. Maar dan ben ik verkeerd informeerd. Ja, dankjewel. Okay. Heel goed. Nog meer vragen? Ad de Man van BBL. Ik had een vraag over de ozonbalans. Stel dat je 100% ozon inbrengt.
Hoeveel ozon verbruik je en hoeveel ozon emitteer je uiteindelijk naar de lucht, zeg maar? Ja, dat is een vraag. Daar wordt in deze benchscale-test wordt daar onderzoek naar gedaan. Maar daar ben ik zelf niet bij betrokken geweest. Dus ik kan daar helaas geen verdere informatie over geven. Maar als er belangstelling is, ik heb wel collega's hier, die, dan kunnen we contact leggen. Die kunnen daar zeker dan verder uitleggen over geven. Oké, nou, wordt vervolgd. Ik heb zelf ook nog een vraag. Het is een samenstelling van nieuwe technieken. Hè? Mm-hmm. Het gaat ook vaak over de kosten van dit soort concepten. Zijn er al contouren over van wat het eventueel zou kunnen betekenen? Nou ja, zover ik het weet, is deze constellatie van ozonradiatie en keramische microfiltratie in ieder geval gunstiger als dat wat er nu op de, voor gebruikt wordt op de markt. Maar ik zou er geen beramingen kunnen noemen. Nee, oké, prima. Oké, wordt vervolgd. Hartelijk dank, Sabine. Graag gedaan.